Goedendag, mijn naam is de afgever Kwartielen in Kwartielenfrequentietabel. Kwartielen betekent, een kwart betekent 1 vierde. En 1 vierde is 25%. Betekent in feite dat je kijkt dat er 25% in de Q1. Dus Q1, Q2, Q3, dat betekent eigenlijk een kwart. Q1 is 25%. Ja, daarvoor kijk je in de CFI waar je de eerste keer 25% hebt. Ja, dus je gaat kijken waar je de eerste keer 25% hebt. Je hebt eerst 18,25, nog geen 25. Bij de tweede heb je 37, meer dan 25. Dat betekent, uw Q1 is 12. Dus uw eerste kwartier, noemt men dat, is 12. Uw Q2 is de mediaan. Dat is 50%. Ja. Dan kijk je in de CFI na de eerste keer 50%. Dat is 18, 37. Hier heb je 50. Dat betekent, een getal 13 is uw mediaan. Laatste is Q3. Q3 is 3 keer 25. Ja, dat is 75%. Dus 3 maal 25 is dus 75%. Je kijkt waar je de eerste keer 75 hebt. Dus je kijkt 18,75, 37,5, 50, 62. Hier heb je 75. Dat betekent, je Q3 is 15. Dat betekent, Q3 wordt dus 15. Dat zijn dus kwartielen. Je kijkt via CFI op 25, 50 en 75%. Dankjewel, bye bye. Hier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.